Ja, kijk, bedreigen van pers, dat zijn we inmiddels bijna allemaal wel gewend. Maar zwaar geweld, dat zijn wij niet gewend. Hij is bont en blauw. Persfotograaf Timothy en zijn vriendin werden maandagavond laat met hun auto door een shovel in de sloot geduwd. Nadat ze werden bedreigd door omstanders. Schat, ik ga eruit, echt waar. Hé, blijf zitten. Ik ging op een melding af een autobrand om foto's te maken. Te plaatsen uit de auto. Wordt gelijk bedreigd door vier personen die van het terrein af komen lopen. Ja, ben in de auto weer gaan zitten. Heb door mijn onderbuikgevoel toch 112 gebeld. Om me toch aan te geven dat het echt van dit gaat te ver. En ondertussen liepen er twee mensen weg en die kwamen terug met een shovel. En die douwde de auto even 40 meter verderop. Liet de auto los. Komen terug met stokken. Komen weer terug met de shovel en die gooien ons op de kop in de sloot. Ik weet niet wel wat ze bezielden. Nee. En dat alles om een foto van een autobrand. Mogelijk een autobrand. Ja, want was er een mogelijke aanleiding? Niet dat ik weet. Ik heb geen aanleiding gegeven en ik heb ook niet gezien dat er een aanleiding gegeven werd. Hallo! Hallo daar! Hé! Hey! Hij is kapot! Ik kan niet meer rijden! Zeer agressief als dolle. Ze waren niet te stoppen, nee, zo leek het. De politie heeft twee mensen aangehouden, onder wie de bestuurder van de shovel. Wat verandert er voor jou? Ik denk wel eerst even na van waar is het incident? Is het buitengebied, binnengebied? Wat zijn de mogelijkheden wat kan gebeuren? Wat zijn de mogelijke vluchtwegen die breed genoeg zijn? Want dat was in dit geval, de weg was smal. Ik kon geen kant op. Want er stonden auto's achter mij geparkeerd en het was pik en pik donker.